Dancehall Hall. Wat een goede naam. Waar komt dat vandaan? Ja, ik heb mijn moeder eigenlijk bedacht. Ik denk dat ze veel naar Denzel Washington heeft gekeken. Qua films. Ja. En ik denk dat het daar vandaan is gekomen eigenlijk. In juli heb jij een transfer gemaakt naar Heerenveen. Ja. Wanneer hoorde je dat zij interesse in je hadden? Hoe ging dat in zijn werk? Eigenlijk tegen het einde van het seizoen. Toen ik nog bij ouders zat, kreeg ik te horen dat zij wel geïnteresseerd waren. Alleen, het duurde best wel lang dat Milan nog... die moest eigenlijk nog vertrekken. En eigenlijk toen hij weg was, toen zijn deal rond was, toen kwamen ze echt concreet. En was ik gelijk tevreden met wat ze kwamen. Dus. Jij hoeft niet lang te twijfelen. Nee, voor mij was Heerenveen een goede plek, denk ik, waar ik me kon verder ontwikkelen na Den Haag. En tot nu toe lukt dat wel, denk ik. Ja, want het is nog wel een stapje weer, ADO, Heerenveen. Merk je veel niveauverschil? Jawel, tuurlijk. In de KKD is het gewoon een ander niveau dan in de Eredivisie. Maar ik denk dat het voor mijn eigen pad is het prima dat het zo is gelopen. En ik ben blij dat, met hoe het nu gaat. En van Rotterdam naar Heerenveen, dat is ook wel een cultuurverschil. Hoe bevalt het daar in het noorden? Ja, wat je zegt, het is een hele andere wereld hier. Op zondag gaan de winkels ook om 6 uur dicht. Dat is voor mij even wennen. Maar voor de rest is het prima. Ik heb mijn huisje en het leven is hier goed.